We zijn in Haps. Aan de rand van het dorp staat een prachtig leuk kapelletje. Een vredeskapel. En daarbij is sinds een paar jaar een mooi park aangelegd. En een wensboom. Nou, ik vind het erg bijzonder klinken. Maar ja, de mensen in Haps, die weten het natuurlijk al. Maar wij willen er graag meer van weten. En bij mij Liesbeth van Heeswijk. Ja, Liesbeth. Nou ja, jij weet alles te vertellen over dit vredeskapelletje, of niet? Hoe is het ontstaan? Ja, het begon eigenlijk met mijn schoonvader, Nol Jans. Die vertelde dat het belangrijk was dat er voor de oud-Indiëgangers dat er iets was. En daar hebben we een tijdje over gehad. En ik vond dat wel een beetje beperkt. Alleen dat. Ik weet wel dat het heel belangrijk is dat ze herdacht worden. Maar ik vond dat er wel meer uit te halen was. En dacht aan een kapel. En dat vond hij ook geweldig. Maar ja, dan, ik kan niet in mijn eentje een kapel bouwen. Sterker nog, ik heb geen één steen gelegd. Ik heb alleen meegedacht, meegeorganiseerd. Dus we hebben een bestuur gevormd en we zijn met z'n allen, eigenlijk met heel veel mensen uit de gemeenschap, die hebben meegewerkt aan deze kapel. Ja, ja. Even tussendoor. Waarom een kapelletje? Want je hebt bijvoorbeeld toch al een kerk, daar kunnen mensen toch bidden. Ja. Wat is er anders aan een kapelletje? Ja, iemand zei tegen mij van, waarom bouw je een kapel? Want iedereen gaat de kerk uit. Juist daarom. Juist daarom, want mensen vinden misschien niet altijd dat wat ze zoeken in de kerk, want daaraan komen ze niet, maar hier wel. Ik woon hier tegenover en ik zie hier zo vaak mensen, van de 10 keer dat ik kijk, 8 keer. Maar het is dus niet specifiek een katholiek kerkje dan? Nee, we hebben gezegd een vredeskapel. We hebben ook lang over nagedacht en van wat moet het worden. We willen wel dat iemand, heel veel mensen katholiek. Als ze hier komen, voelen ze zich thuis door alle katholieke elementen. Maar ook als er in bijna 60 talen vrede op een rozenkrans staat, dan voel je aan hoe alles hebben gemengd. Hè? Dus het is niet één ding, één geloof. Nee, wij zien het heel veel breder. Maar iemand die katholiek is, voelt zich hier ook thuis. Maar we willen het ook geen Mariakapel noemen. Er staat wel een Mariabeeld in, maar we noemen het een vredeskapel. En zoeken naar vrede, dat is van alle tijden. Altijd zoeken we vrede. Er zitten heel veel verschillende elementen hier in het kapelletje. Maar dat is dus ook door heel veel verschillende mensen gemaakt dan? Heel veel mensen, ja. Als iemand kon metselen, dan ging hij metselen. Kon tekenen, dan werd er getekend. Gerda Arts uit Langeboom heeft een rooskrans gemaakt met porseleinen roosjes erin. Zij heeft ook de spreuken in de muur verwerkt. De glas- en loodramen zijn gemaakt door Gerard Jansen. En alles wat getekend moest worden in die glas- en loodramen heeft Betty Reis gedaan. Ja, we hebben toevallig die professionals in ons dorp, daar hebben we geluk mee. Maar zij hebben ook als vrijwilliger gezegd, ik doe daarvoor die kapel. Iemand uit Kuik is helaas pas overleden. Die kwam hier voorbij. Rob heet hij met de achternaam, meen ik. En hij zei van, jullie moeten nog van allerhande dingen stenen leggen. Ik kom, dat ga ik voor jullie doen. Dus op die manier is die kapel ontstaan. Dus iedereen heeft er wel een paal meer mee te maken. Oom, tante of wie er heeft meegewerkt. Ja. Dat is natuurlijk ook het mooiste. Dat is het mooiste natuurlijk, hè? Dat iedereen voor iedereen, van iedereen. Die steen had iemand liggen. Tijd voor vrede. En die steen natuurlijk niet op deze maat. Maar toen ben ik in Oefeld was dat bedrijf. Ik zei, we willen eigenlijk tijd voor vrede erop. En we willen dat die kleiner wordt. Kom maar. Ja. Ik kom zo vaak hier voorbij, zei hij. Naar de begraafplaats. En prachtig jullie doen. Ik maak hem. En dat hebben we ook zo gekregen. Ja. Maar Liesbeth, van wie is hij nu eigenlijk? Want nou ja, hoe dan ook, het kost toch geld om zoiets te maken. Jawel. We hebben toen geprobeerd om links en rechts subsidies te krijgen. En dat is gelukt. Ik zit ook even te denken van hoe dat we aan onze euro's gekomen zijn. We hebben gelukkig niet bij de gemeente aan hoeven te kloppen. We hebben de grond gepacht dan voor 1 euro. En we houden het netjes bij. En we krijgen wat geld via de kaarsjes. Daarmee kunnen we het onderhouden. En hebben we ook dus nu het stukje kunst wat Hein heeft gemaakt kunnen bekostigen. Dat willen we ook. Ja. We willen mooie dingen maken langs het Vredespad.
Dat heb je net ook kunnen zien, al die tegeltjes over vrede. Dus wij kunnen nog jaren vooruit. We zijn niet een bestuur en that's it. Nee, we blijven ontwikkelen. Ja. Een prachtige plek, even voor bezinning, voor rust. Er staan bankjes bij. Mensen kunnen door het park lopen. En zoals je al zei, ja, er is een mooi pad om me heen, hè, met kleurrijke tegeltjes erin. Waar komen die vandaan? Dat heeft Gerda Arts ook voor ons allemaal ontwikkeld en daarbij geholpen om dat dus echt helemaal te gaan maken. Ja, mensen die wilden, die gingen tegeltjes maken. Ik weet niet of jullie dadelijk shots kunnen maken van een paar tegeltjes. Maar hebben we gewoon gedaan. Net zoals de wensboom van Hein. Gewoon af en toe denken van, het is misschien wel moeilijk, maar we doen het toch. We doen het samen. Ja. En dan zie je de meest prachtige dingen. De gemeente helpt dan ook mee. In die zin, het moet hier misschien een keer vaker geborsteld worden. Nou, het is fijn dat je op een goede manier kunt samenwerken. Ja. Ja. Nou, Lisbeth, ik denk dat het tijd wordt dat we de pad eens gaan betreden. Ja. En eens even kijken of dat Hein bij zijn boom is. Ja? Zullen we samen even die kant op gaan? Ja. Ja, en daar staan we dan, bij de boom, de wensboom. En ja, bij de Hein. Hein, jij hebt deze gemaakt, hè? Ja, dat klopt. Ja, ja. Ja, met heel veel liefde. Nou ja, dat straalt er sowieso vanaf, ja. Met het hart in het midden. Hein, hoe ben je tot zoiets gekomen? Ja, dat ontstaat, zeg maar, hè. De vredeskapel kwam bij mij en vroeg mij of ik een soort vredesboom wou maken. Of ik wou denken om een vredesboom te creëren. En toen dacht ik bij mijn eigen, ja, een vredesboom. Ze hadden het ook over een wensboom. Kijk, maar dan ga ik niet verder denken, want als ik dan verder ga denken, dan raak ik vast. Dus ik leg ik langs me neer. En dan een paar dagen, zo werkt dat vaak bij mij, dan komt er ineens een idee van vertooi. Als ik... Ja, om meteen maar te zeggen, als ik nou een oude, grillige, mooie boom heb en ik ga er allemaal gaten in boren, en dan zouden dan mensen papiertjes in kunnen stoppen. Eigenlijk heel simpel, maar ja, het is het idee, hè, dat is het. Ja. Ja. Dat moet ze een keer opborrelen gewoon. Dat komt er ineens naar boven, ja. Ja, en dat is het mooie aan kunstenaar zijn, denk ik, dat er ineens iets komt wat er nog never geweest is. Ja. En dan ga je dan meteen mee aan de slag? Nou, natuurlijk moet ik dan overleggen met de vredeskapel. Van, goh, ik ben met dat papiertje naar de vredeskapel gegaan met mijn idee. En er zaten nog totaal andere dingetjes in. En toen heb ik samen met Lisbeth van Eeswijk, van voorzitter vredeskapel, hebben we samen overlegd van, god, wat vind je ervan? Wat kunnen we nog meer eraan veranderen of meer aan doen, zeg maar? En toen is er een proces ontstaan van... om tot iets te komen, maar dat principe van gaten in die boom, dat daar wensjes in moesten, dat was de vredeskapel heel enthousiast over, maar ik zelf eigenlijk ook wel. Hein, het is een echte boom? Het is een oude, grillige notenboom, ja. Uit Haps? Nou, hij komt eigenlijk uit Boksmeer. Hij komt uit Boksmeer en hij is hier neergeplant. Ja. Maar hij heeft hier niet gegroeid dus. Hij was al dood toen hij hier aankwam. Ja. Ja, hij was al dood, ja. Precies, hij is door een storm omgewaaid. En toen... Ik ben natuurlijk maandenlang aan het zoeken geweest naar een oude mooie wensboom. En niet eentje met wat van allerlei takken aan zitten. En ook niet de gangbare wensboom, maar gewoon anders dan anders, zeg maar. En toen kwam ik... deze boom ergens tegen, toen werd ik eigenlijk meteen een beetje verliefd van wauw, dat zou ik kunnen zijn. Heel veel gaten. Je hebt er wel een specht bovenop gezet, maar die heeft dat niet gedaan, hè? Dat is een heel leuke vraag. Eigenlijk heeft de specht dat wel gedaan. Ik heb die gaten niet gemaakt, maar eigenlijk heeft de specht die gemaakt. En dan kom je eigenlijk terecht bij... bij het sprookje wat er eigenlijk ook omheen hangt. Ik had het idee toen ik al die gaten aan het boren was, want er waren er heel wat, van verdorie, kan ik er niet een wending aan maken dat ik die gaten niet geboord heb, maar nou wat meteen ook het geheim verklaart, maar dat die spechten dat gedaan hebben. En
En toen dacht ik, verdorie, dan gaan we er meteen twee spechten in maken, zodat die het zijn die gecreëerd hebben. Ja. En toen heb ik dat tegen Lisbeth van Heerswijk verteld, de voorzitter van de Vredeskapel nogmaals. En die vond het een prachtig idee dat die twee spechten dat gedaan zouden hebben. Toen is zij daar een sprookje van gemaakt. En nou ja, 3 dagen later kreeg ik al een mailtje met dat verhaaltje wat daar op die boom staat. Een sprookje in een notendop. Nou, en dat was wel zo van een prachtige schoonheid, dat sprookje. En ja, zo is het eigenlijk ontstaan. En zogenaamd komt deze notenboom uit het park. En die twee spechten hebben daar de gaten in gemaakt. We hebben het mooie verhaal gehoord over de notenboom. Maar ik ben toch eigenlijk nog heel benieuwd naar het sprookje. Lisbeth, zou jij het voor willen lezen? Je eigen werk? Zal het doen. Ja. Oké, een sprookje in een notendop. Er was dus een bonte specht die al jaren in het Hapse bos leefde. En op een dag vloog een groene specht het bos in. De bonte specht die vond dat de groene specht maar raar deed. De groene specht scharrelde veel over de grond om zijn eten te vinden. En de bonte specht daarentegen die haalde veel insecten uit de bomen. Ik denk dat jij helemaal geen gaten in bomen kunt kloppen zoals alle spechten doen, zei de bonte specht. O, jawel hoor, zei de groene specht. Ik denk dat ik dat nog veel beter kan dan jij. En ik heb mooie gekleurde veren, jij niet, reageerde de bonte specht weer. En zo ruzieden de spechten nog een tijdje met elkaar. En opeens riep de wijze, oude notenboom door het bos. Spechten, houd eens op met jullie geruzie en kom eens hier. Oei, als de oude notenboom begon te spreken, kon je maar beter 1 ding doen. En dat was luisteren. En de notenboom had een plannetje. Laat maar eens zien wie van jullie het beste gaten kan kloppen in mijn oude bast. Nou, de twee spechten die vlogen op de boom en begonnen met luid getimmer aan hun wedstrijd. En na een tijdje riep de notenboom, nu mogen jullie stoppen, dank jullie wel. Hoezo bedankt u ons, zeiden de spechten in koor. Omdat ik vind dat mijn tijd is gekomen om een wensboom te worden. Zo sprak de notenboom. En daar heb ik al die gaten voor nodig. En daarom dank ik jullie. En hebben jullie ook nog iets geleerd? Vroeg de notenboom. Dat ik geen vooroordelen over een andere specht moet hebben, antwoordde de bonte specht. En ik weet nu dat we door samen te werken iets moois kunnen maken, vulde de groene specht aan. Goed zo, zei de oude notenboom. En zijn hart begon van blijdschap harder te kloppen. Dankzij jullie kan voortaan iedereen een wens doen, op een papiertje schrijven en dan diep in mij verstoppen. Ik koester alle dromen in mijn bast en houd de wensen levend. De bonte specht en de groene specht werden daarna hele goede vrienden en leefden nog lang en gelukkig bij de oude notenboom. Maar er zitten her en der al heel wat papiertjes in. En dat vind ik ook weer het mooie aan dit werk, Ellie. Ieder duwt er op zijn manier ook een papiertje in. Er zitten papiertjes in, die zitten zo diep verstopt in het hart van die boom. Diep erin, maar er zijn er ook die hem eruit die hem gewoon zichtbaar laten zien. Hè? Ja. En dat is ook, dat vind ik ook wel wat we hebben. Dat geeft een extra cachet. Ieder stopt het op zijn manier in die boom. Ja. Een wens. Want dat mag. Al die gaten die hierin zitten, die mogen volgestopt worden met persoonlijke wensen. Ja, dat is uiteindelijk de bedoeling, zeg maar. Dat die feiten helemaal vol komt. Maar daar heb ik het volste vertrouwen in, want er zit er nou wel heel wat in. En ook het mooie aan dit is... Kijk, kleine kinderen kunnen hier ook een wens in stoppen. Hè? Want de specht heeft ervoor gezorgd dat er zo laag bij de grond ook allemaal gaten in kwamen. Dus niet dat kleine kinderen kunnen daar niet bij, maar hier wel. Ja. Dus het is voor klein en groot. En we hebben het er al een beetje over gebrainstormd van wat moeten we doen als er zijn tijd alle gaten vol zitten met wensen. Maar daar zijn we nog niet over uit. Maar ik heb wel mijn ideeën erover. Oké, nou daar horen we misschien nog ooit. Hoeveel wensgaten zijn er? Volgens mij zo'n 280 ongeveer. Ja. En het is niet alleen voor mensen die in Haps wonen?
Een heel goede vraag. Zeer zeker niet. Het is voor het hele land verkijk, ofwel ja, de hele regio, zeg maar. Voor iedereen. Ja. Ja, ja, vind ik wel. Ja. Nou, Hein, en nu ben ik toch eigenlijk heel benieuwd. Heb jij er zelf een wens in gestopt? Oh, de vragen worden steeds moeilijker. Nou, ja, ik wil het eigenlijk niet zeggen, maar ik zeg het dan toch. Ik heb er eigenlijk een beetje mee gesproken, terwijl ik daarmee bezig was. Ik heb er zo'n 4 weken aan gewerkt om dit zo te creëren. En dan heb je af en toe heb ik het gevoel dat ik een beetje contact van, kom op jong. Ik had eigenlijk één wens naar hem en dat heb ik ook wel eens uitgesproken van, kom op, ga je best doen. Ga je best doen. Ik heb er geen ingestopt. Maar ik ga... Jouw wens hoeft niet op een briefje. Jouw wens zit al in het hele kunstwerk. Wie weet. Wie weet, ja. Nou. Ja. Hein, dankjewel voor je tijd. En nou ja, we hopen dat hij binnenkort goed gevuld is. Ja, dankjewel. Oké, bedankt. Dankjewel. Ja.